Veel webshops kampen met het probleem van retourzendingen. En als ze die retourzending dan binnenkrijgen, dan is de verpakking of het product vaak beschadigd of incompleet. En dan gaan ze heel vaak gewoon de vuilnisbak in. En dat is zonde, want die apparaten doen het vaak gewoon nog heel erg goed. Het Utrechtse bedrijf Retourkoop.nl heeft de oplossing. Welkom bij deze aflevering van Duik en Zaken. En ik praat met de oprichter van Retourkoop.nl, Jarno De Hiep. Hoi, welkom. Dag Jarno. En dan heb je ook nog uh, het circulair compliment gekregen van de Gemeente Utrecht en de Stichting Duurzame Week. Ja, klopt. Uh, daar zijn wij uh, heel blij mee dat ja, we dit uh, hebben gewonnen. Uh, ja, wat het is, is het eigenlijk een, een complimentje dat we goed bezig zijn uh, met de circulariteit binnen de Gemeente Utrecht. Uh, en dat wij die producten een tweede leven geven en dat nou ja, circulair, uh, op een circulaire manier doen. Ja, ik vroeg me af toen ik een beetje zat voor te bereiden op deze uitzending: hoe kom je op het idee. Nou, ik denk dat we het allemaal wel kennen, dat uh, de krantenkoppen van uh, Nederland kampioen Retouren. Uh, tegelijkertijd zie ik op veel veilingsites zie, uh, zie retouren voorbij komen. en ik dacht van ja, daar, daar moeten we iets mee. Dat zijn gewoon goede producten. Uh, het is zonde wat er nu, dat er nu uh, te weinig aandacht aan besteed wordt. Mm -hmm. Toen ben ik daarover na gaan denken en uh, toen dacht ik van ja, waarom gaan, waarom gaan we daar niet wat mee doen? Ja. En daar is het idee ontstaan en uh, het idee begonnen. Ja. Hoe lang ben je bezig? Uh, we zijn nu uh, iets langer dan een jaar bezig. Je bent een jaar bezig? Ja. En dan zit je al in zo'n gigantisch pand met zoveel spullen? Ja, ja, ik denk dat we ongeveer een jaar geleden, vorig jaar november, onze eerste vrachtwagen naar binnen reden met, uh, met, met spullen, ja. Dus het gaat goed? Het gaat zeker goed. Aan ja. beide kanten, want, want, want je, hebt, je doet zaken met de webshops. Ja. Uh, Bol.com hoorde ik je al zeggen, bijvoorbeeld. Uh, ja, partners van Bol.com. Oké. Okay. Ja. Daar, daar hebben we afspraken mee. Daar, daar kopen we dan inderdaad hun spullen, hun retour nemen wij over om ze ja. hier een tweede leven te geven. Ja. Maar hoe werkt het dan precies? Want dan komt hier zo'n zo enorme vrachtwagen binnen met allemaal spullen. Spullen komen inderdaad binnen, worden uitgepakt, worden altijd getest hier. Uh, dan gaan ze, worden ze gekeken of ze compleet zijn, of ze goed werken. Uh, als dat niet zo is, dan worden ze gerepareerd, compleet gemaakt, onderdeeltje besteld uh, en uiteraard weer netjes schoongemaakt. Uh, om ze vervolgens weer op de website te zetten met een mooi fotootje dat mensen weten wat ze kopen. En uh, nou ja, zo proberen we zo duidelijk mogelijk uh, aan de consument te laten zien wat, wat, er, wat het product is. Of die een krasje heeft of helemaal goed is. En dan uh, geven we hem op die manier een, een tweede kans. Ja, met een flinke korting. Met een flinke korting. Dat is de win-win die wij geven. Ja, uh, en soms ook een flinke korting terwijl uh, alleen het alleen in een verkeerde verpakking zit bijvoorbeeld. Ja, dat, uh, zo kan dat gaan, ja. Is het inderdaad zo, wat ik zei in de introductie... dat heel veel retourgoederen voordat jullie bestonden... echt gewoon letterlijk de vuilnisbak in gingen? Um, nou ja, daar, daar moeten we wel een kleine kanttekening maken. Dat ligt wel aan de prijsklasse. Kijk, bij veel goedkope producten uh, ja, gaat, gaat dat echt de prullenbak in... omdat de verwerkingskosten van het retourneren duurder zijn... dan dat de inkoopprijs is van het product. Waardoor het goedkoper is voor de webwinkel om het gewoon af te schrijven... en af te voeren... Dan om het een tweede kans te geven. Hoe groot is dat probleem van die, van die retourzendingen bij webshops? Ik denk groot. Ik, uh, en het wordt alleen maar groter, want hoe meer wij gaan bestellen online, hoe meer de retour komt. Ja. Want is, is er een zucht van verlichting bij die uh, grote webshops dat jullie er zijn? Nou, weet je, de grote webwinkels die proberen het zelf ook op te pakken. En dat zie je heel goed. Uh, met, die bieden ook hun tweede kansjes aan. Uh, maar dit zijn dan wel vaak de producten die alleen even de verpakking geopend is. ...en dan weer doorgeschoven worden. Mm -hmm. uh, de producten met de krasje die belanden daar nog steeds niet op. Nee, nee. En, en dan zag ik op jullie website dat het vooral gaat over uh, uh, keukenapparatuur... Hè, uh, uh, ...huishoudelijke apparatuur en een beetje overig. Uh, waarom specifiek die groep producten? Ja, weet je, we, we wilden in het begin een duidelijk vreemd maken van oké, okay, dit is bij ons te koop. En dit is ons assortiment. En dat wilden we niet te ruim maken, want je moet gewoon uh, naar retourkoop.nl gaan en dan weet je wat er koopt. Daar koop ik goede keukenmachine, goede huishoudelijke elektronica. Um, en dat, dat vind ik daar. Ja. En betekent dat dan wel dat je in de toekomst misschien breder gaat? Want ik zit bijvoorbeeld te denken aan kleding, want kleding wordt natuurlijk heel veel geretourneerd. Kleding is wat mij betreft echt wel een, een branche apart. Uh, hier gaat het ook net op een andere manier. Er zijn ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in het, uh, het verwerken van die retouren. Um, maar daar, daar moeten ook dit soort bedrijven op inspringen. Betekent dat dan dat jij misschien over een tijdje uh, kledingretourkoop.nl begint? Uh, ik sluit niks uit, maar vooralsnog houden we het op elektronica en uh, andere producten. Ja. Uh, ben je nog in je eentje? Doe ik het nog alleen allemaal? Uh, nou, zeker niet. Nee, de, de, we hebben inmiddels uh, vier mensen in dienst. Daarnaast uh, werken mijn ouders uh, staan achter mij. Die helpen uh, achter het schermen ook mee. Ja. Dus uh, nee, ik doe het niet allemaal alleen. Dat zou uh, te veel werk zijn. Dus nee. uh, we groeien hard. Krijg je nou niet alleen maar uh, de winkeldochters uh, binnen, die jij ook niet meer kwijtraakt? We kunnen natuurlijk wel een beetje op, op de inkoop sorteren. Uh, maar we krijgen ook inderdaad in grote partijen producten waar we, nou ja, die je minder makkelijk kwijtraakt. Uh, dus dan gooien we die producten maken we nog net iets aantrekkelijker, de prijs net iets goedkoper. Totdat uh, de juiste consument zich aanbiedt uh, voor het product. Ja. Zijn er producten die je al gewoon vanaf het begin hebt staan. die je gewoon niet aan de straatstenen kwijtraakt? Nou ja, soms, uh, sommige kleine producten die zijn wel moeilijk te verkoopbaar. omdat je dan toch met, uh, met, met uh, verzendkosten zit. Uh, we rekenen vanaf 40 euro uh, rekenen we geen verzendkosten, maar daaronder wel. Dus of mensen nemen het dan nog even mee in hun mandje later. Maar die bestellen dan net niet dat ene product van 15 euro, want dan vinden ze de verzendkosten zonde. Ja, is een fysieke winkel dan ook nog een idee? Dat zou zeker een idee zijn, uh, want de, het zijn retouren. Dus mensen hebben nog wel de vraag van ja, is het, het product helemaal goed en die willen het dan toch graag liever net even zien. Dus dat zou uh, zeker een optie zijn, misschien een showroom. Maar... Ja. Hebben jullie daar ook al plannen voor? Uh, nee, daar zijn voor nu geen plannen voor. Uh, we kunnen wel gewoon, de producten worden hier wel gewoon afgehaald. Dus dan kunnen mensen altijd even langskomen om te kijken. Uh, dan kunnen ze het even zien, even voelen, even testen. En dan uh, kunnen ze het zo meenemen. Oké. Okay. Ik vroeg me ook af hoe, hoe jullie dat doen qua inkoop dan. Want, want uh, koop je het uh, per partij in of echt per product? Wordt ook de prijs bepaald? Uh, nee, het gaat op meerdere manieren. Uh, er komen en partijen binnen. Dan wordt er niet geselecteerd, dan kun je niet zeggen deze wel, deze niet. Uh, maar soms wordt het ook wel gewoon gezegd. Dan krijgen we lijsten en dan zeggen we nou. Uh, dit, dit is voor ons geen. Uh, dit kunnen we niet kwijt of dit wel. Uh, en dan, nou ja, dat ligt ook aan de prijs. Uh, soms worden percentages afgesproken of partijprijzen. Dat. Want wie bepaalt de prijs? Dan uiteindelijk bepaal jij wel de prijs. Uh, nou ja, samen met, uh, met de partner. Hoe reageren consumenten daar? Dat is natuurlijk de aanbodkant, mm -hmm. maar dan de verkoopkant. Hoe reageren consumenten? Ja, consumenten zijn, uh, zijn lovend, heel enthousiast. Want ja, die, die zien ook uh, dat, de, de retouren, dat het probleem steeds groter wordt. En tegelijkertijd nou ja, blijven we consumenten, willen we graag consumeren. Maar het moet allemaal op een duurzamere manier. En daar sluiten wij heel goed op aan. En dat kunnen consumenten heel erg waarderen. Ja, ja. wat doen jullie eigenlijk met je eigen retouren? Want ik neem aan dat jullie ook wel eens wat retour krijgen. We, wij krijgen ook wel eens wat retour. Uh, nee, kijk, dan gaan we kijken wel, uh, of er echt iets mis met het retour is. Of dat hij gewoon retour is omdat mensen zeggen: ja, het bevalt niet. Of, uh, um, dus dan gaat hij gewoon soms weer terug op voorraad. Ja, ja. Wat droom je nog van? Um, nou ja, kijk, uiteindelijk willen wij gewoon zoveel mogelijk retouren een tweede kans bieden. Uh, en daarin willen we echt stappen maken, willen we echt groeien. Dat we gewoon, een, een, nou ja, als je denkt aan retourproducten, dan denk je aan retourkoop.nl. En mensen die gewoon uh, net iets duurzamer, bewuster willen kopen uh, en dan aan huishoudelijke elektronica denken, die komen dan gelijk bij Retourkoop.nl. Ik wil dat dat een begrip wordt en dat mensen daar dan als eerst kijken voordat ze voor nieuwe producten gaan kijken. Ja. Zou het eventueel ook gelinkt kunnen zijn aan, uh, aan de webshop van de oorspronkelijke verkoper? Nou ja, dat, dat, dat zou zeker kunnen, ja. ja. Doen ze dat al? Uh, nee, er zijn wel bedrijven die dat voor de, voor de, grote, de grote jongens doen, inderdaad. Ja. Ja. Is er nog een grote jongen die je heel graag binnen zou willen hengelen? Uh, nou, ik zou een, een samenwerking met Cool Blue uh, wel zien zitten, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus oproepje aan Pieter: even praten met jou. Want, want hebben die zelf een oplossing, of niet? Nou, ze bieden wel zelf uh, tweede kansjes aan, inderdaad. Um, maar ik denk niet dat ze daar al hun producten mee, uh, mee dekken. Is er nou nog een ondernemer waarvan jij zegt van nou die moet echt een keertje hier aan de duik in zaken balie staan? Ja, ik, uh, ik heb er uh, wel eentje en dat is uh, Pekeli. Pekeli? Wat is Pekeli? Zij uh, bezorgen binnen een uur uh, pakketjes van winkel of van warehouse uh, vaak binnen de stad. Pekkeli. En wie moeten we hebben bij Pekeli? Um, je moet Axel Dekker hebben of Justin Plagers. Oké, okay. nou Axel of uh, Justin, als jullie zitten te kijken, stuur ons een mailtje: dizduik.nl en dan nemen we contact op. En wie weet, staan jullie dan zo meteen hier, uh, hier achter. De... Ik wens jou heel veel succes. Ja, dankjewel. Super mooi initiatief. Leuk uh, dat jullie er zijn. En... Heel graag gedaan, leuk om het even te zien. En uh, nou, we komen over een paar jaar gewoon nog eens terug als de winkel er is. Helemaal goed, gaan we doen. Tot zover deze aflevering van Duik in Zaken, waarin wij spraken met Jarno De Hiep van Retourkoop.nl. Heb je zelf ideeën, thema's of ondernemers die goed zouden kunnen passen in een aflevering van Duik in Zaken? Stuur ons dan een mailtje diz.duik.nl. Tot zover. Blijf ondernemen, blijf gezond. Tot volgende week. Leuk dat je keek naar Duik in Zaken. Misschien denk je nu. Zo'n online uitzending, dat lijkt mij ook wel wat. Ook nu is het belangrijk om jouw doelgroep op afstand te blijven bereiken. Een goed middel hiervoor is een livestream. Van webinars tot informatieavonden. Met een livestream kan je heel veel kanten op. Lijkt een van A tot Z georganiseerde livestream voor jouw organisatie interessant? Of heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op via info.zipper.online of kijk op www.zipper.online